Dit is de laatste video in de serie over Nederland in de periode 1945-1989. En we gaan kijken nu naar de jaren 80, waarin, zoals je hier ook al ziet staan, sprake is van grote werkloosheid in Nederland. En om te begrijpen waar die vandaan komt, moeten we eerst nog even iets terug in de tijd naar de jaren 70. Op dat moment, in 1973, breekt er namelijk een oorlog uit tussen Israël aan de ene kant en Egypte en Syrië aan de andere kant. En Nederland steunt, net als veel andere westerse landen, Israël in deze oorlog. Nou, vanuit de Arabische wereld wordt daar fel op gereageerd. En ja, dat zijn ook vaak olieproducerende landen. En Arabische landen die gaan dan ook de olieprijs sterk verhogen, en ze gaan ook geen olie meer exporteren naar westerse landen, waaronder dus Nederland. Ja, dat zorgt in Nederland voor allerlei grote economische problemen, want olie is toch wel een beetje de motor waarop de economie draait. En dat zorgt er dan ook voor dat er zuinig met olie om moet worden gegaan. Want er is sprake van een zogenaamde oliecrisis. Ja, en dan zie je dus in de jaren zeventig uh, dat er verschillende autoloze zondagen worden afgekondigd door de regering. Uh, waarin dus uh, behalve de hulpdiensten eigenlijk niemand gebruik mag maken van zijn auto om zo benzine, om olie te besparen. Ja, en dan krijg je dus dit soort tafereelen, dat je lekker met je op zondag uh, op de fiets uh, over de snelweg kunt of lekker je krantje kunt gelezen op de snelweg. Het ziet er op zich best hartstikke gezellig uit. Maar ja, het zorgt wel toch voor uh, een aantal grote problemen, die oliecrisis. Want in het begin weet de Nederlandse economie het allemaal nog wel op te vangen. Maar uiteindelijk vanaf ongeveer 1980. Ja, dan uh, komt er toch echt wel een einde aan die jarenlange economische groei. En dan uh, ja, is er op een gegeven moment echt gewoon sprake van een economische crisis. En dat betekent dat uh, de werkloosheid omhoog schiet. He, hier zie je bijvoorbeeld een klein grafiekje staan van de jeugdwerkloosheid, he, jongeren dus die werkloos zijn. Ja, je ziet vanaf uh, 1980 zie je ineens zo die grafiek hartstikke snel omhoog gaan. En uh, ja, het zorgt dus ook voor dat uh, de overheid in één keer alle extra uitgaven moet gaan doen. He, dan moeten we denken terug aan die verzorgingsstaat. Er moeten uitkeringen en zo bijkomen. Ja, dat zorgt er dus voor dat de samenleving, maar vooral die verzorgingsstaat, dus ook onder druk komt te staan. En hier hebben we nog een keer. He. We zagen hem in een eerdere video. Dus uh, die verzorgingsstaat, waarbij dus de staat, de overheid opkomt voor, uh, ja, zwakker in de samenleving. Maar ja, uh, de werkloosheid die loopt op. Uh, die uitgaven die gaan hartstikke veel omhoog. Dus er moet gewoon veel meer geld uitgegeven worden. Om die verzorgingstaat nog een beetje overeind te kunnen houden. En zo zie je dus dat die oliecrisis en die hoge werkloosheid die eruit voorkomt, ja, voor allerlei problemen zorgen in Nederland.